De Internationale Dag voor de Strijd tegen Armoede, 17 oktober, is een belangrijke herinnering aan de uitdagingen waarmee miljoenen mensen wereldwijd worden geconfronteerd. Deze dag is een belangrijke herinnering aan de noodzaak om samen te werken aan duurzame oplossingen en de stem van de armen te versterken. President Chandrika Prasad Santokhi haalde in een bericht op social media de uitdagingen aan waarmee veel mensen in Suriname dagelijks te maken hebben. Hij deed de oproep om samen te werken in deze strijd en dat het een verantwoordelijkheid is van het hele land en niet alleen van de regering. De president riep op tot medeleven en zorg voor zijn landgenoten die in moeilijkheden verkeren. De strijd tegen armoede moet gezamenlijk worden aangepakt om de vicieuze cirkel te doorbreken. Met dit initiatief streeft Suriname naar een toekomst waarin niemand achterblijft en iedereen een kans krijgt op een beter leven. Aldus het staatshoofd.